genomineerd in de categorie Sportvrouw van het jaar 2023. Martine Stas-Kouwenberg. We zijn op zoek naar iemand, maar volgens mij is die net Hij staat hier in de keuken. De keuken ingevlucht. Hallo. Jij bent gekomen. Alweer. Ik doe niks aan deze. Hallo. Ja, verkeerd om. Zeg het maar, Martine. Wat staat erop? Ja, dat staat erop. Volgens mij ben ik opnieuw genomineerd voor Sportvrouw van het jaar. Ja, Martine, huidige Sportvrouw van het jaar. Wederom genomineerd. Ja, geweldig. Mooi dat dat weer zo kan. Hoe zag jouw sportjaar 2023 eruit? Best wel ook emotioneel wat dat betreft. Want het was voor mij een afscheidsjaar voor Team NL. Dus dat zorgt ook wel dat als je dan Nederlands kampioen wordt op de 50 meter, onze outdoor discipline, is dat een mooie bijkomstigheid. Dus het was een vol jaar met een WK. Even kijken, volgens mij heb ik 2 wereldbekerwedstrijden gehad. Toen dus ook het sportgala was, was ik er niet. Dus had ik in Antalya. Dus ja, het was een druk jaar. Ja, jouw partner Harold heeft toen de prijs in ontvangst genomen. Je was er toen wel virtueel bij. Hè? Hij heeft jou op de hoogte gehouden. Hoe was het dan om thuis alsnog die prijs in ontvangst te nemen? Ja, superleuk. Het was echt mooi om thuis te komen en dan zeg maar wetende dat je sportvrouw bent geworden. En dan ook gewoon de reacties die ik heb ontvangen na aanleiding daarvan. Dat was echt superleuk. Ook mensen gewoon in de winkel die je nog feliciteerden. Dus. Ja, jouw sportcarrière zeg maar, op dat gebied heb je afgesloten vorig jaar. 2023 succesvol. Hoe ziet 2024 en de toekomst eruit voor jou? Dat is nog een beetje zoeken. Ik heb afscheid genomen van Team NL, zeg maar. Maar dat wil niet zeggen dat ik stop met schieten. Dus we hebben morgen ook Nederlandse kampioenschappen. Volgende week gaan we samen met Harold ga ik naar een wereldbekerwedstrijd in Nîmes, Zuid-Frankrijk. Maar verder weet ik het nog niet. Ik weet nog niet wat zeg maar, het niveau moet zijn om toch tevreden te zijn met de prestaties. Dus daar ben ik nog een beetje zoekende in. Nou, dat gaat vast goed komen. Wat ga je zaterdag 9 maart doen? Volgens mij sta ik in het perron. Tenminste, als daar een sportgala is. Daar is het. Dan zien we jullie daar. Dankjewel.